Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van 23 december. Het is een 76-13 vierdag en dat betekent we zitten al lekker in die afnemende maanden. We zijn een beetje gewend aan die lockdown, hoe we dat allemaal moeten doen. En nu is het ook tijd om even terug te gaan naar moeder aarde. Het is dus een karmische dag. En dat betekent ook dat er in de wereld best wel het een en ander kan gebeuren. Want dit zijn dagen waarop iets definitiefs gebeurt, afgerond wordt of ingezet wordt. Dus het kan ook zijn, ik maak dit filmpje op zondag, dat er nog extra maatregelen worden afgekondigd. Het wordt niet een leuke tijd. Maar wij gaan er doorheen en wij redden dat. Prachtig kaartje voor vandaag. Als ik ergens deze week nog tijd vind, en misschien op 23 december wel, misschien 's avonds wel, ga ik proberen. Maar ik moet even kijken hoe moe ik ben, want het is de komende dagen gigantisch druk met de kerstpakketten. Als ik de tijd ervoor vind, en anders doe ik dat, neem ik het op vrijdag. Want vrijdag, nou, telt er bijna niet meer mee. En weet je, op vrijdag, 24 december... dan komt de post om 2 uur of zo de pakket al halen. En dan zal ik zeker geen pakketten met boeken versturen. Of pakketten met een zoutlamp niet versturen. Daar ga ik heel kritisch in zijn wat ik dan nog wel aan PostNL aanbied en niet. En waarom doe ik dat? PostNL haalt het 's middags op. Het komt op het depot te staan en daar staat het tot en met maandag. En soms was het veel langer nog, maar we hebben nu hele korte kerstdagen. En dus dan wil ik niet dat het zo lang in een koude omgeving staat. En zoals met zoutlampen of met boeken is dat niet altijd even handig. Dus het kan dan kies ik er liever voor om maandag mee te geven dat het hier nog in mijn ruimte staat. En dat het maandag alleen maar 1 nacht even op depot staat en naar jullie toe gaat. Dus dan heb ik vrijdag al een beetje vrij. Dus ik ga in ieder geval voor zorgen dat donderdagavond, als ik het qua energie red, of vrijdag, een mooie meditatie voor moeder aarde op YouTube komt. Als het kan, doe ik het live. Maar als het niet lukt, dat ligt bij mij, hoe ik me voel. Als het niet lukt, dan neem ik hem op. En dan gaan we dus die heling voor moeder aarde doen. En die komt 28 december ook weer terug in de Zoomdag. 23 Het is toch zo mooi. En dan komen we erachter straks dat die aarde plat is. Wij visualiseren dat hier een balletje is. Dat is handiger voor ons. En wij laten in het midden of in plat of andere vormen. Dat doet het niet. Wij visualiseren een balletje. Vandaag eer ik moeder aarde. Ik laat mijn dankbaarheid zien door haar helende kracht en liefde te geven. Dankbaarheid voor de zorg en liefde en bescherming die onze planeet geeft. Maak vandaag tijd om met de aardse zaken moeder aarde eer te bewijzen. Zet mooie bloemen neer of een natuurlijke decoratie. Laat het eten gevuld zijn met diverse producten die moeder aarde te bieden heeft. Wees je bewust van de gulheid die ze ons geeft. Als wij goed samenwerken met moeder aarde zal ze ons dit teruggeven. Dit is een karmische dag. En moeder aarde kan ons ook laten merken waar wij ons moeten verbeteren. Ik verwacht nog wel het een en ander dat moeder aarde zich laat horen. Op welke wijze dan ook. Dus stuur heel veel energie naar moeder aarde. En daarmee ook naar jezelf, want jij bent een kind van moeder aarde. Mooi hè? Ik wens jullie een mooie dag. Hou je rustig. Relax. Het is alleen maar kerst. Dag lieve mensen.